Aaron Meijers op voorhand wordt gezegd, we benaderen deze wedstrijd als die van Twente en die van Utrecht. Dat heb ik geen moment gezien. Ja, dat klopt. We hebben, de insteek was inderdaad om zo te spelen. En we hebben ook vertrouwen. De afgelopen wedstrijden ging het goed. Stonden goed. En nu eigenlijk alles wat we die wedstrijden goed hebben gedaan, hebben we nu fout gedaan. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ja, ik denk dat we moeten naar zelf kijken. Natuurlijk kan je het over AZ hebben. Maar wij waren gewoon elke keer te laat in de communicatie. En daardoor kwam het niet in duel. En daardoor kon AZ zo makkelijk voetballen. En daardoor liepen wij heel snel achter de feiten aan. Het voelt een beetje tam. Ja, en dat klopt, dat zeg ik. Maar dat komt vooral omdat je niet in duel kan komen. Omdat ze te laat waren. Daardoor oogde het tam alsof we niet willen. Krijg je dat hele riedeltje weer. En dat snap ik dat heel goed dat het van de kant zo oogt. En dat was uiteraard niet onze insteek. Maar we hebben gewoon gefaald daarin. Maar wat kan je dan? Want na 8 minuten weet je eigenlijk al dat het klaar is. Ja, tuurlijk. Na 2-0, dan kan het nog zo snel 3-0. Dan inderdaad, dan voetbal je nog voor de eer. En dan zijn we toch denk ik nog te naïef dat we veel te veel ruimte weggeven. En dat eigenlijk de hele wedstrijd een beetje zo doorging zoals we starten. Ben je dan vanaf die 4-0 ook al bezig met de volgende wedstrijd? Dat dit gespeeld is, klaar, geen schade oplopen? Het gaat wel door je hoofd omdat je geen domme gele kaart moet pakken. En geen domme dingen moet doen. Maar goed, ik denk niet over, dat is het enige waar je over denkt inderdaad. Wat is deze tik? Ja, dit is wel een tikje omdat we gewoon vooral verwachten dat we hier resultaat konden halen. En dat we nu na de laatste wedstrijd zo voor de dag komen. Dat is wel een tikje. Maar goed, we gaan er gewoon voor dat dit een incident was. En dat we over 2 weken tegen Roda weer moeten staan. Het verwachtingspatroon is dus iets te hoog. Of zijn jullie nog niet zo goed als men zegt en denkt? Nou ja, verwachtingspatroon. Ik bedoel, wij hadden zelf ook verwacht dat we hier beter voor de dag kwamen. En natuurlijk, we zitten nog steeds in een hele moeilijke fase. En daarin kan deze wedstrijd zitten, maar dat mag niet klaar. We zijn slecht voor de dag gekomen. We hebben geen moment er een wedstrijd van gemaakt. En dat kun je ons wel kwalijk nemen, ja. Maar wat zeg je dan in de rust? Wat kan je er dan aan veranderen nog? Dat je niet in duels komt, daar kan je wel iets aan doen, toch? Ja, dat heeft vooral met de communicatie te maken. Waardoor daar hebben we het natuurlijk over gehad. Maar goed, wat ik zeg, het kwaad was al geschiet. We stonden nog met 3-0 achter en dat ga je niet zo snel mee goed maken. Natuurlijk als je heel snel 3-1 maakt. Maar goed, ik zeg, de tweede helft liep een beetje zoals de eerste helft ook liep. En er viel weinig eer meer te behalen. Blij dat er nu een week tussen zit, voordat je Roda treft? Nou, deze wedstrijd hebben we eigenlijk zo snel mogelijk herstellen. Dus dan wil je het liefst bewijs van overmorgen weer gaan spelen. Maar goed, we hebben nu wel 2 weken om ons volle bak te voorbereiden. We hebben nog een oefenwedstrijdje van de week, als het goed is. En daarom moeten we gewoon gaan voorbereiden tegen Roda. Dat worden cruciale wedstrijden. Iedereen pakt punt onderin. En dat moeten wij ook gaan doen. Oefenpotje Bochum, zit je daarop te wachten? Nou ja, dus ik ben op zich wel benieuwd naar het niveau van en het zal weer leerzaam kunnen zijn hoe we daar tegen kunnen spelen. Dus heel veel jongens die aan de bak kunnen komen, denk ik. En dat is goed om fit te blijven.